Maar je moet scherp blijven. Dat is lastig, ontspannen en scherp blijven. Kijk, ik had het laat, ja? Dat is fijn, daar kan ik gelijk over hebben hier zo vanavond. Ja, ik moest naar de blokken. Nou, tenminste, ik moest niet, hè. Ik ga wanneer ik wil, voor alle duidelijkheid. Je moet helemaal niks, hè. Zeker niet naar de blokken. Ik haat de blokken, gek. Ja, toch? Ik heb het altijd al gehaat. Ik was blij toen ze bijna failliet gingen, man. Ja, joh. Maar nee, hè. Sterker dan ooit teruggekomen. Nieuwe logo en zo. Ja, respect. Klein beetje respect. Klein beetje. Ik vind gewoon dat ze stoer doen. Altijd stoer gedaan aan de blokken. Hè? Weet je allemaal. Met die friterine. Hè? Hè? Wat denk je nou? Wie gaat nou een neustrimmer stelen bij jullie? Niemand, joh. Van water koken. Leggen in de winkel. Moet ik wachten voor de tieve sleutels. Als ik die wil hebben hier zo. Even sleutels pakken. Godverdomme, joh. Heb je niet eens bij je die sleutels? Moet je ze halen achter. Voor het neustrimmetje. Niet de kutste zaak die we hebben. Ik denk dat ze alle eens zijn. Dat is de kruidvat. Hè? Daar kun je echt de tyfus krijgen, zodra je binnenstapt. Ze maken het gelijk duidelijk. Je struikelt gelijk over dozen kapersen bij de ingang. He? Niemand verkoopt het meer, alleen zij nog. Wel, eurotje, netjes, maar dan nog. He? Moet het gelijk daar zo, aan de voorkant? Gaan ze toch daar, gekkenhuis. Ze moeten het gewoon gekkenhuis tyfusooi noemen, dan zijn ze gewoon eerlijk. Niemand van ons zou daarover verbaasd. Ja, inderdaad man, gekkenhuis tyfusooi. En zodra je de winkel instapt, laat iemand je schrikken vanochtend en duikt zo de winkel in. Maar het is helemaal gewoon als een mafkees aan lopen, want iedereen loopt zo erbij. Ja? Iedereen loopt zo. Niemand is ontspannen. Maar dat kruidvat? Nee man, je denkt zo, snoepjes, fotoprinten, waar ben ik joh? En we weten allemaal, winkel en een magazijn zijn exact hetzelfde. Hè? Het zijn gewoon precies hetzelfde, gek. Als ik heb onze deur open, waren ook gewoon mensen aan het winkelen. Ik, serieus joh? Mag je daar ook komen? Moest ik een lenzenvloeistof hebben en dat was hij niet meer. Was daar een gozer aan het vakken. Ik zeg, hé man, heb je nog lenzenvloeistof of niet? Ik zeg, nou, ik zeg, voor je kijken in het magazijn. Gozer ging door zijn knieën. Ja, weet ik wel, hè? Dat heb ik ook wel gezien. Niet alle kruidvatten, toch? Sommige zijn ineens netjes. Ik weet niet wat daar aan de hand is, maar je weet welke ik bedoel, hè? Dat zie je al van tevoren al, buiten al, dan weet je precies welke kruidvatten dat zijn. Hè? Dat is gewoon stapels, gewoon drie pallets van letpapier, tot het nog gevuld, voor de deur. Ja, dat is symbolisch, hebben ze een scheid aan je. Kan je voorbereiden voordat je binnenkomt. Nou, laten we niet heel cynisch beginnen. We hebben ook fijne winkels. Hè? Als Nederlanders mogen er blij mee zijn. De HEMA. De HEMA vind ik een relaxe winkel, man. Ja, ik weet niet. Als ik niet echt lekker in mijn vel zit. Hè? En ik maak een ommetje. Even de HEMA in. Ze hebben gewoon een hoop spullen, gek. Dan ga je aan andere dingen denken. Ga niet meer in je hoofd zitten, weet je wel. Voordat je weet sta je als je shabby bij de handdoeken. Denk je, serieus, joh? Hebben ze ook mint groen? Ga daarover nadenken. Wat er ook gebeurt, je kan een rookworstje halen. Ja, toch? Moest het erbij, meneer? Tuurlijk, joh. Gek wijf. Is dat een vraag? Twee zakjes? Hoe dan ook. Ik kom binnen bij de blokken, ja. En kijk, ik heb al geen zin in. Dat weet ik al. Dus ik heb een bepaalde houding. Dat weet ik ook wel van mezelf, ja. Dus ik kom binnen. En er staat een vrouw aan het werk. Het is geen Lilliput, het is de ophaalhurken. En we kijken elkaar aan. En het is gelijk duidelijk, we mogen elkaar niet echt. Weet je wel? Weet je wat wij in het begin hadden, gozer, weet je wel? Hè? Toen ik over je zoon begon. Weet je, dat een beetje. Maar maakt niet uit. Ik ben gewoon professioneel. Ik kom iets kopen. Jij komt iets verkopen. Niks aan de hand daar, toch? Ik zeg, toch mevrouw, is dit de prullenbakkie van de folder? En ze stond op en voordat ze begon te praten, maakte ze dit geluid al. Oh, oké. Nee, dit gaat gezellig worden. Hè? Ik haat dat geluid, man. Ik haat dat geluid. Zure mensen die dat geluid maken, hè? Wie maakt dat geluid nou? Oh, hè? Je zegt niet wat je bedoelt, maar je maakt wel even duidelijk. Ja, ik zie niet echt lekker in mijn vel nou. Hè? Ik irriteer me nou. Gewoon een negatieve scheet laat je gewoon. Hè? Dat is eigenlijk gewoon een verbale scheet. Gewoon 5 meter om je heen, allemaal negativiteit. Dus zij zegt tegen mij, ze kijkt me strak in mijn ogen aan. Ze zegt, nee, dit is niet de prullenbakkie van de folder. Kijk, ja, ik hoorde haar sarcastische toon toen nog niet. Ik baalde gewoon dat die op was. Dat hem niet was. Dus ik wilde al vragen van, joh, kan je misschien een ander van jou bellen? Eentje die waar ze hem wel hebben. Toen zei ze, ja, nee, dit is niet de prullenbakkie van de folder. Hè? Dit is de prullenbak van de folder. Hoppakee. En ik meen nou, gaan we dit nou doen hier zo, hè? Hey, kijk, op dat moment had ik gewoon kunnen zeggen, dat is wat ik bedoel, hè, mevrouw. Hè? Ik bedoel een prullenbak. Maar ik denk, nee, niks ervan. Prullenbakkie, ja? Je hebt me goed gehoord, ja? Jij moet gewoon prullenbakkie zeggen. Nou, dat was gewoon het belangrijkste in mijn leven op dat moment. Ik ga die ten niet uit voordat zij prullenbakkie zegt. Ik zeg, ja, dat is wel jammer, ja. Ja, want zoals ik al zei, hè, een prullenbakkie heb ik nodig. Ze bleef volhouden, eerlijk is eerlijk, ik moet haar nageven. Ze zei, ja, zeker jammer, want zoals ik al zei, hè, meneer, dit is een prullenbak. Ik zei, luister, ik word helemaal gek, ik merk het weer nu in mijn nek, die persoon. Helemaal gek, weet je wel. Ik dacht, luister nou, ik zeg gewoon prullenbakje, dan koop ik hem. Dat is wat hij wil, toch? Hè? Spullen verkopen, heel de winkel kijken, weet je wel. De manager kwam ook even kijken, oh, maf Kees, deur weer dicht. En ik had de gek, begon zo te trillen. Ik dacht, ja toch, gewonnen hier ook.
Ik zeg, oké, ik heb hier geen zin in, meneer. Ja, prullenbakkie. Is dat goed, meneer? Ik zeg, nou, nee, eigenlijk niet, nee. Nee, geen meneer, gozer. Ja, prullenbakkie, gozer, tieve strut. Hey, zij begonnen, hè, voor alle duidelijkheid. Voor duidelijk gemaakt. Ik heb niks gekocht, gewoon naar huis gegaan. Eerst even de HEMA in, even afkoelen. Ja, toch? Ja, dat valt nog wel mee. Dat valt nog wel mee.